Oktober staat al jarenlang bekend als de borstkankermaand. Deze bewustwordingsmaand wordt elk jaar gemarkeerd in landen over de hele wereld. Stichting Lobby Health Center biedt in het kader van haar 50-jarig bestaan en borstkankermaand aan de gemeenschap klinische borstonderzoeken tegen een gereduceerd tarief. U hoort een vertegenwoordiger van Stichting Lobby Health Center hierover. Oktobermaand is borstkankermaand. Het is heel belangrijk om borstonderzoek te doen, omdat het eigenlijk een preventief onderzoek is, precies als de baarmoederhalskankeronderzoek. Dus je zult niet wachten op klachten, maar probeer dit iedere maand voor vrouwen die jonger zijn dan 50 jaar en die nog menstrueren, om dus eigenlijk een week na de menstruatie zelf borstonderzoek te doen. Het is ook belangrijk om ze het aan te leren, dus een stukje voorlichting en educatie door gezondheidsklinieken als Stichtenlobby, om de vrouwen dus eigenlijk het ook aan te leren hoe ze het zelf kunnen doen. Voor vrouwen boven de 50 jaar is het bij hun is het dus midden de maand, omdat zij dus niet menstrueren, om dus dan ook het borstonderzoek te leren aan zelf te doen. Het is borstkanker, maar het is belangrijk om te praten over preventie. Maar niet alleen maar voor de maand oktober is dat voor ons belangrijk. Eigenlijk het gehele jaar door. Maar in de maand oktober leggen wij dus eigenlijk meer nadruk op de maand, omdat het dus eigenlijk borstkankermaand is. Ik zal het niet met een cijfer noemen, maar we hebben een aantal vrouwen al gehad vanmorgen. En er zijn nog een hele vrouw op de lijst die nog geholpen moeten worden. Dus het is goed. Mensen hebben dus gelezen op FB. En ze maken er gebruik van die actie. Dat ze met z'n tweetjes, moeder, dochter, of twee vrienden, of twee zussen, of twee nichten, het onderzoek komen doen. Maar ook wel alleen hoor. We hebben ook wel vrouwen gehad die dus alleen zijn gekomen. Het is heel belangrijk om borstonderzoek te doen of te laten doen. Het is een preventief onderzoek. Je kunt niet wachten op klachten. Want als je klachten merkt, een tumor merkt of een knobbel merkt, kan het wel goedaardig zijn, maar het kan ook wel iets kwaadaardig zijn. Dus het is heel belangrijk om je borsten te kennen. En om je borsten te kennen is het natuurlijk belangrijk om dus eigenlijk iedere maand zelf borstonderzoek te doen. Als cliënten bij ons komen voor borstonderzoek, het borstonderzoek begint alvast met een counselingsgesprek. Ja, we gaan dus de anamnese afnemen van de cliënt. Kijken als die cliënt al eerder het heeft gedaan. Of het kan zijn handmatig, het kan zijn een echografie of een mammogram. En dan kijk je natuurlijk waarom de cliënt bij ons is gekomen. Heeft de cliënt klachten, wel of niet? Of is het gewoon een routinematig borstonderzoek die ze willen doen? We gaan ook na de medische historie van de cliënt. Komt het voor dichtbij in de familie? En dan praten we echt over moederzijde familie, moeders, zusters, moeders, kind, zusters, kinderen, oma, moeders, moeder, dichtbij. Maar kijk ook naar de vaderlijn. Vaders, moeder of vaders, zus als het voorkomt. En aan de hand daarvan gaan we dus na. We nemen echt de anamnese af van de cliënt. We kijken als de cliënt dus kinderen heeft gehad. En of ze die wel borstvoeding wel of niet heeft gegeven. Dat zijn allemaal kleine indicaties voor ons om te kunnen aangeven van wat het zou kunnen zijn. Hè? Vooral als we merken van het komt voor in de familie. Dan ben je natuurlijk echt wel alerter. En ga je dus echt wel heel voorzichtig te werk. Toch? Vooral als de cliënt de medische historie heeft aangegeven. En dan aan de hand daarvan doen wij dus een handmatige borstonderzoek. Het is gewoon echt wel met de hand, handmatig. We leren de cliënt wanneer zij de borstonderzoek zou kunnen doen, welke periode en waarop ze zou moeten letten. Belangrijk is voor borstonderzoek doen is alvast letten op de huid. Hè? Hoe ziet je huid eruit? Ja, we letten op de huid. We vragen de cliënt als ze dus weet hoe een citrus eruit ziet. Dus een sinaasappel, de schil van een sinaas. Nou, de huid moet in principe van de borst glad en gaaf uitzien. Hij mag er niet uitzien als sinaasappelachtige huid. We letten daarop dan op de tepelhof en de tepel. Die mag dus niet ingetrokken zijn. We letten op tepelafscheiding. Er mag geen bloederig groen of bruin of een vreemde kleur aanwezig zijn. Bij jonge vrouwen is natuurlijk melkachtig en een beetje waterig tepelafscheiding heel normaal. We letten vooral op de oksel, dat ben ik vergeten. Want dat is de eerste waar je nog moet controleren voordat je zelf borstonderzoek doet. Of voordat je borstonderzoek doet bij de vrouw. Eerst de oksel controleren, want er is een verbinding tussen oksel en borst. Daar lopen de belangrijke lymfvaten, lymfeklieren, de poort loopt daar. En je moet dat eerst controleren voordat je doorgaat naar de borst. Want mocht er iets zijn in de borst, en dat heb ik dan over een kwaadaardige tumor, dan is er een verbinding, hè, tussen borst en de oksel. En als er verspreiding zou plaatsvinden van kwaadaardige cellen, gaat dat via die poort, die belangrijke poort, door naar het lichaam, naar andere organen.
Aan verschillende personen vroegen wij wat zij weten van borstkanker en als ze al een onderzoek hebben gedaan. Nee, ik weet niet zoveel van borstkanker. Niet dat ik echt weet hoe borstkanker ontstaat en dat soort dingen, nee. Nou, borstkanker is eigenlijk een ziekte bij vrouwen, waardoor ze kunnen overlijden als ze niet tijdig behandeld worden. Het is al een paar jaar dat die maand in Suriname wordt herdacht of gevierd. Er zijn in oktober trouwens activiteiten in verband met de borstkankermaand. Wat ik weet is, toen mijn vrouw er nog was, moest ze onderzoeken zo, knobbeltjes. Moest ze kijken naar knobbeltjes, daarvan weet ik. Er is toch wel een verschil. Kijk, we praten over de risicoleeftijd. Zeker, ik zal niet praten over 50 jaar, hoor, want we merken dat het toch wel iets... Ja, toch wel vrouwen zijn die toch jonger... borstkanker oplopen. En daar heb ik dan over kwaadaardige tumoren op kunnen oplopen. En dan zou ik het niet zetten bij 50 jaar hoor. Ik zou echt gaan voor 40 jaar. 40 en boven. Dat is echt de risicoleeftijd. En natuurlijk vrouwen van 25 jaar naar beneden. Daar zou je niet echt meteen denken aan een kwaadaardige tumoren of een kwaadaardige zwel. Maar het zijn jonge meisjes. Ze zijn in de groei. De kleren groeien mee, weet je wel. We praten dan over de borstkleren, de melkkleren. En dat kan bij hun, vooral tijdens de menstruatie, toch wel pijnlijk aanvoelen. Maar dat is een heel normaal proces bij iedere jonge vrouw. Dus dan is de risico bij hun niet zo groot als bij de vrouw van 40 en boven. Voor mezelf doe ik af en toe een onderzoek. Als ik bijvoorbeeld ga douchen, dan voel ik mijn borsten, weet je, van, als ik knobbels zie of verhardingen zie. En als je zo iets ziet, moet je gewoon gelijk aan de bel trekken. Ik heb het al. Ik doe het jaarlijks, kan ik zeggen. Ja, jaarlijks doe ik het. Mijn vrouw doet het elk jaar. Elk jaar gaat ze voor onderzoek. Borstkanker en baarmoederhalskanker. Een tante van me die is overleden aan borstkanker. Was jong, ze was rond 58. En ik vond het wel heel erg. Nou, ik heb wel een vriendin gehad die het had, maar echt die personen, ze zien er echt niet goed uit. Hoor. Dus als er een tijdige behandeling zou zijn, dan was ze misschien nog in het leven. Als vrouwen bij ons binnenstappen, mogen ze dus meteen een borstonderzoek doen. We kijken natuurlijk in welke periode ze zitten van hun menstruatie, maar dus ondanks, vooral vrouwen met klachten, gaan we echt niet zomaar wegsturen. We helpen iedere vrouw die bij ons terecht is, die ook bij ons komt, sorry, voor een borstonderzoek. En in die periode van de menstruatie, liefst vooral een week ervoor, tijdens en direct een week daarna, door die hormonen zijn de kleren in de borst allemaal gespannen, gezwollen en voelen pijnlijk aan. En dan ga je dus sowieso in drie periodes ga je ongerust maken als vrouw. Dus wij zeggen aan de vrouwen, als u zelf borstonderzoek doet, let op deze drie perioden van de maand, hè. En als u het wil doen, doet u liefst een week na de menstruatie. Als vandaag de laatste dag zou zijn bijvoorbeeld. Kies dan echt 7 dagen daarna voor een betrouwbare borstonderzoek. Een vrouw dient elke maand preventief zelf borstonderzoek te doen. En dat kan natuurlijk zijn bij een professional, als bij Stichting Lobby, of bij de huisarts 1 keer per jaar. Maar zelf zou ik echt zeggen, iedere maand. Nou, vrouwen die nog nooit een borstonderzoek hebben gedaan, wil ik van hieruit oproepen om hun lichaam te kennen. Om een preventief borstonderzoek te komen doen, kan bij Stichting Lobby, kan bij de huisarts, kan bij iedere gezondheidsinstelling. En zo om dus dan de afwijking in een vroeg stadium te kunnen opsporen. Mijn advies is naar andere vrouwen en jonge dames van mijn leeftijd zal zijn dat ze niet bang moeten zijn om te vragen, vooral aan hun dochter, vanaf een bepaalde leeftijd, van moet ik al op zulke dingen letten? Moet ik afvragen van, is het belangrijk dat ik denk aan borstkanker? Je bent nooit, zeg maar, te vroeg bewust van de ziektes die er zijn, zoals kanker. Dus ik zal zeggen, vraag rond, zoek informatie, lees heel vaak erover en praat vooral met je huisdokter erover van vanaf hoe oud moet ik dit beginnen aan te pakken? Nou, dat moeten doen, elk jaar is goed. En ze moeten hun borsten controleren, geregeld ook. Want men geeft voorlichting. Er zijn bepaalde symptomen waaraan je het kan herkennen. Dus ik denk dat ze veel moeten lezen en luisteren naar de programma's, zodat ze ook weten wat de symptomen zijn.
en dan ook het kunnen herkennen. Indien afwijkender zijn kun je nog ook heel vroeg behandeld worden. En dan kun je nog heel lang en gezond leven.